Het ministerie van Volksgezondheid heeft in een persbericht bekendgemaakt dat het de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet volgt. Om het virus buiten Suriname te houden, wordt het WHO-advies gevolgd om bij de grensposten verhoogde controlemaatregelen uit te voeren, waaronder screening van alle binnenkomende reizigers. Deze maatregel is vanaf gisteren, 6 februari, van kracht. Alle reizigers die uit een risicogebied afkomstig zijn en positief gescreend worden, zullen in quarantaine geplaatst worden voor 14 dagen. Reizigers die bij de screening geen symptomen vertonen, worden geadviseerd om zelf quarantaine in acht te nemen voor 14 dagen. Daarbij zullen de gezondheidsautoriteiten met de monitoring worden belast. Het ministerie benadrukt nogmaals dat er tot heden geen besmettingen van het novel coronavirus 2019 en COV in Suriname zijn bevestigd. Volksgezondheid spreekt nogmaals haar waardering en solidariteit uit aan de Volksrepubliek China voor de manier waarop is omgegaan met de uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen.